Maar nu is dat helemaal niks. En dan hebben we bedacht om toch iets te doen voor de mensen. Omdat we elkaar minder zien de laatste, in deze 2 jaar, groeien ook uit elkaar. En daarom heeft Stichting Streekbelangen iets bedacht voor Oudjaarsdag. Een Knippeties drive-thru. Met de auto mogen inwoners langsrijden om een zakje van de Drentse koekjes te halen. Normaal was er wel veel kabietschieten en dat soort gedoe. En vuurwerk en dan zijn de jeugd flink bezig. Maar nu is er helemaal niks. En dan hebben we bedacht om toch iets te doen voor de mensen. Draaien, plaatsen en knijpen. Zo wordt een Knippetie gemaakt. En dit moet minstens 1500 keer gebeuren om genoeg te hebben voor het hele dorp. We hebben 50 kilo deeg om te bakken. Dus dat zijn er nogal wat, maar dat komt wel goed. En heb je ook al eens geproefd? Ja. En hoe smaken ze? Lekker. En deze week komen vrijwilligers elke avond bij elkaar om te bakken. En dat is nog een hele kunst. Nou, precies wel. Met de jaarovergang, dan lust iedereen een knippertje. En dat is ook een, ja, het is ook een iets dat in deze streek dan een beetje gewoon ja, een oud product is. En dat breng je dan ook terug bij de mensen die het nog niet kennen. Dat is ook een leuke van.